Na een geduldige wachttijd van drie jaar is eindelijk het moment daarvoor Paul de Leeuw, 62, en zijn echtgenoot Stefan Nuchter, hun charmante villa in Blaricum heeft eindelijk een nieuwe eigenaar gevonden. In 2005 verhuisde het stel vanuit Amsterdam naar Blaricum, een beslissing die voortkwam uit de wens om hun geadopteerde zoons Cas, 22, en Toby, 21, een rustiger opgroeilocatie te bieden dan de drukke hoofdstad. Met een aankoopbedrag van 1,7 miljoen euro betrokken ze destijds een prachtig optrekje, waar hun jongens hun jeugdjaren in het gooi doorbrachten, van de lagere school tot aan de middelbare school. Ondanks de verhuizing bleef Amsterdam echter altijd in hun gedachten, en in 2018 kochten ze daarom voor 1,1 miljoen euro een schitterend monumentaal pand in het centrum van de stad, volledig vrij van hypotheek. Dit nieuwe thuis vereiste aanzienlijke restauratiewerkzaamheden. Die onderworpen waren aan strikte regelgeving voor monumentale gebouwen. Gelukkig verliep alles voorspoedig, en in 2020 kondigde Kas aan dat hij zijn intrek zou nemen op een van de bovenverdiepingen. Voor zijn broer Toby was ook al een plekje gereserveerd. Bovendien besloot Paul om het hoofdkantoor van zijn bedrijf, Stefano Tower BV, in het pand te vestigen, waarbij het dubbele benedenhuis zorgvuldig werd omgebouwd tot een combinatie van woning en kantoorruimte. Terwijl hun zoonsgenoten van het studentenleven in Amsterdam bleven Paul en Stefan in Blaricum wonen. Maar de roep van de stad was onweerstaanbaar en in 2021 besloten ze hun geliefde villa in Blaricum te koop te zetten voor bijna 3 miljoen euro. Aanvankelijk stilletjes, maar het pand kwam een jaar geleden op Funder terecht, waar het binnen een week al de meest bekeken woning was. Vorige week ontvingen ze het verheugende nieuws dat de verkoop onder voorbehoud rond was. Paul en Stefan kunnen niet wachten om hun leven en hun dierbare bezittingen naar Amsterdam te verhuizen. Ondanks dat ze in hun nieuwe pand in Amsterdam de luxe hebben van een eigen ingang op de eerste en tweede verdieping, koesteren Paul en Stefan het vooruitzicht dat hun gezin daar weer compleet zal zijn.